de Heijmans, man. Mijn huisje voor 3 maanden, voor de komende 3 maanden. En ik heb het gewonnen. Het komt eigenlijk op neer. Als het goed is, in december ga ik erin. Ja, dat is heel spannend en leuk, denk ik. Ik vind het een heel mooi huis, mooi ontworpen. Ik blij verrast eigenlijk over hoe het uitgepakt heeft. Wat je hier ziet is echt gewoon op de doelgroep van de eenpersoons huishoudens, zeg maar in de leeftijdscategorie 25-40. En dit is toch wel weer een stapje extra in die wereld van de flexibele woningbouw. Ik zie het huis De One vandaag voor het eerst live. Ik heb het prachtige ontwerp eerder gezien op papier en was toen al onder de indruk. En dat is eigenlijk vandaag alleen maar verder versterkt. Ik vind het echt een fantastisch concept. Ik ben daar gewoon helemaal weg van. Ik kan niet anders zeggen. De complimenten voor de vormgeving. En ik vind dat de toon heel goed getroffen is. Dat het niet te formeel, niet te officieel, niet te traditioneel is gemaakt. Echt een nieuw product. Ik werk voor de afdeling duurzaamheid. Dus ik vind het wel leuk dat het helemaal van hout is. En FSC-hout is gemaakt. Dus op die manier niet zomaar een containertje van staal. Maar een keer gewoon helemaal mooi van hout. En in principe zou het dus ook zo ontworpen kunnen worden dat het ook helemaal energie-neutraal is. Nou, daar ben ik helemaal voorstander van. En voor een eenpersoons huishouden een heel ruim huis. Uitermate slim ingericht, mooie materialen gebruikt, duurzaam. Nou ja, wat ik hier zie is in elk geval een mogelijkheid om op locaties waar ooit in de toekomst ontwikkeld moet worden, maar waar al geruime tijd niks gebeurt, om daar een eerste aanzet te maken, wat reuring in het gebied te brengen, zodat die ontwikkeling eerder tot stand gebracht kan worden. Ja, ik ben jaloers op, ik heb een gezin, dus het speelt niet meer, maar mijn kinderen zijn erg jaloers, dat weet ik zeker.